Omdat er volgende week verkiezingen zijn voor de provincie, kijken we vandaag naar het begin van de Provinciale Staten en naar de rol die baron Gustaaf Willem van Imhoff daarbij speelde. Deze van Imhoff was van 1814 tot 1830 gouverneur van de koning, de voorloper van de huidige commissaris van de koningin. Gustaaf Willem van Imhoff was van Duitse adel, maar werd in 1767 in Groningen geboren. Na een rechtenstudie ging van Imhoff de politiek in. Hij vertegenwoordigde Groningen een tijdje in de Staten-Generaal en ook in de Franse tijd had van Imhoff allerlei hoge functies. In de Franse tijd was Nederland een tijdje een eigen koninkrijk met de broer van Napoleon, Louis Lodewijk, als koning. Maar in 1811 werd het land bij Frankrijk ingelijfd. En dat betekende dat Groningen als provincie verdween. Samen met Drenthe en een stuk van Duitsland werd het het departement Westerems. En het bestuur van dat departement zetelde hier in de Groningse Statenzaal. Omdat de provincie Groningen niet meer bestond, vond men het niet zo gepast dat op het schilderij van Herman Colenius, dat in de Statenzaal aanwezig is, het provinciewapen nog voorkwam. Dus het werd overgeschilderd. Die rode jurk van die vrouw die kwam er als het ware overheen te hangen. En dat ontdekte men pas in 1998 bij de restauratie ervan. Nou, omdat de provincie Groningen nu weer bestaat, werd het weer tevoorschijn gehaald. De hoogste man van het departement, dat was Wiggers, die was prefect. Van Imhoff zat nog veel hoger in de boom, want die was lid geworden van het wetgevend lichaam van het keizerrijk. Wiggers wilde graag dat Van Imhoff burgemeester van de stad werd. Maar omdat dat niet te verenigen was met die andere functie van hem, ging dat niet door. In november 1813 keerden de Oranjes terug en werd Willem I soeverein vorst. Groningen en Drenthe bleven voorlopig nog één gewest, bestuurd door twee commissarissen-generaal. Van Imhoff was één van de opstellers van een nieuwe grondwet die Groningen en Drenthe weer uit elkaar haalde. Volgens de nieuwe grondwet hadden de provincies bijna niets meer te zeggen. Nederland werd naar Frans voorbeeld een centraal geleide staat, maar met een grote macht voor de koning. Die koning, Willem I, die wilde de oud-prefect Wiggers tot zijn gouverneur in Groningen maken. Maar omdat hij niet beschikbaar was, werd Van Imhoff het. De Provinciale Staten gingen volgens de nieuwe grondwet bestaan uit vertegenwoordigers van drie standen. Stad, Ommeland en in Groningen Nieuw, de ridderschap. Elk kreeg er 12 vertegenwoordigers. Maar dat was een beetje scheve verhouding. Want in 1814 bestond de ridderschap in Groningen maar uit 24 leden. De stad had in die tijd zo'n 28.000 inwoners en het Ommeland 110.000 inwoners. En elk moest het doen met maar 12 statenleden. De Ommelanden probeerden wel iets te doen tegen de scheve verhoudingen, maar de twee andere standen, de stad en de ridderschap, waren daartegen. En ook Van Imhoff, die zelf lid was van de ridderschap, vond dat de ridders als derde partij in de Staten onmisbaar waren in de strijd tussen stad en Ommeland. De eerste Provinciale Staten van 1814 werden op verzoek van de koning door Van Imhoff zelf samengesteld. Dus hij koos de 12 ridders, de 12 vertegenwoordigers van de stad en de 12 Ommelanders. Van Imhoff koos ook de 9 gedeputeerden uit. Eigenlijk was het de taak voor de Provinciale Staten, maar hij deed het. En heel toevallig waren die 9 allemaal mensen die al als adviseurs voor hem werkten. De
De gedeputeerden kwamen met Van Imhof hier bij elkaar, 1 keer per week. En daardoor hadden ze tenminste nog enige invloed op het provinciale bestuur. Dat gold voor de provinciale staten niet, want die kwamen soms maar 1 keer per jaar bij elkaar in de zomer. Nou, in deze Kamer is heel aardig dat alle commissarissen en gouverneurs met een wapentje in het raam vereeuwigd zijn. Baron Van Imhof werkte van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Besluiten dat we Delfzijl opheffen. Dat is de eerste beslissing. Doordat de provinciale staten zelden bij elkaar kwamen en de gedeputeerden zijn vriendjes waren, leek het wel of Van Imhof alleen regeerde. Omdat hij eigenlijk alleen met de koning had te maken, voelde Van Imhof zich onderkoning. Van Imhof huurde dit kolossale pand aan de Oude Boteringstraat van de erven van Jacobus van der Stegen. Die had het in 1791 laten bouwen met het geld dat hij in Indië had vergaard. Van Imhof woonde hier met zijn vrouw, 2 zoons en maar liefst 6 dochters. En hij had ook wel eens een groot huis nodig, want als de vorst naar Groningen kwam, dan logeerde hij hier. De eerste keer dat het gebeurde was al in oktober 1814, toen Willem I nog niet eens koning was, maar slechts soeverein vorst. Gustaaf Willem van Imhof overleed op 13 februari 1830, toen hij nog volop aan het werk was als gouverneur. En zo gebeurde het dat in dezelfde nummers van de Groningen Courant en de Provinciale Groningen Courant, die verslag deden van de begrafenis van hem hier op de Zuiderbegraafplaats, op de voorpagina mededelingen stonden die door Van Imhof als gouverneur ondertekend waren. De huidige gouverneur, commissaris van de koningin Hans Alders, mag zijn provinciale staten niet meer zelf samenstellen. Dat is nu aan ons. Thank you.